Welkom allemaal bij een nieuwe vlog. Vandaag neem ik jullie mee in een project hoe ik mensen uitdaag om in beweging te komen of misschien zelfs meer te bewegen. En dat doe ik aan de hand van het project Sportmaat. Binnen het 16 weken durende traject Sportmaat richten wij ons op de doelgroep die moeite heeft om zelfstandig te participeren, te activeren en te reïntegreren. En dat doen wij aan de hand van bewegen als middel inzetten om deze deelnemers letterlijk en figuurlijk stappen te laten zetten. Na een intake en een sportmedische keuring volgt een maatwerk beweegprogramma waarbij deelnemers werken aan persoonlijke doelen die zich zowel richten op fysieke fitheid als mentale fitheid. Bijvoorbeeld samenwerken, omgaan met frustratie, communiceren en zelfvertrouwen. En mijn rol binnen dit project is als coördinator en ben ik 2 dagen in de week betrokken bij de uitvoering van verschillende beweegprogramma's. En om jullie een indruk te geven hoe wij in coronatijd deze deelnemers toch in beweging krijgen en houden, heb ik wat shots voor jullie gemaakt. Ben jij nou nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van de traject Sportmaat? Neem dan contact met mij op. Let op elkaar, blijf in beweging en tot de volgende vlog. Hoi!